Hartelijk welkom bij de online voorstelling van Alora 3 en van Alpha Core voor Mind Express 5. Dus concreet zijn dat momenteel de meest recente ontwikkelingen op vlak van ondersteunde communicatie voor de geletterde gebruiker hier bij Jabla. Deze opname kan je vrij verspreiden onder collega's, teamleden, geïnteresseerde ouders, partners. Dus welkom om deze opname vrij te verspreiden. We gaan starten met de voorstelling van de Alora 3. Dus Alora 3 is eigenlijk ons jongste telgje in de Jabla spraakcomputerfamilie. Dus je herkent nog steeds de familiale trekjes van de Alora, hè, dus de Alora 2. Heel recht toe, recht aan, een tekst naar spraak. Computer, robuust, uiteraard nog steeds een dedicated spraakcomputer. Dus ontwikkeld voor personen met specifieke noden, met de optimaal mogelijke afstemming tussen hardware en software. Een toestel dat je kan inzetten voor directe communicatie, maar er zullen ook mogelijkheden zijn voor indirecte communicatie, bijvoorbeeld sms. En ook omgevingsbediening heeft weer een plekje gekregen. In de Alora-ontwikkeling. Maar we gaan nu vooral kijken op welk vlak de Alora 3 een stapje verder gaat dan de vorige Alora. Dus de ontwikkeling van de Alora 3 is gebeurd op basis van gebruikerservaringen. Dus personen met Parkinson, Huntington, cerebral palsy. Ontwikkeling is ook gebeurd op basis van input van onze verdelers, van wat er op technisch vlak actueel mogelijk is. De Alora 3 is 25 centimeter op 20 centimeter op een hoogte van 2 tot 8 centimeter. Het weegt net iets meer dan 1 kilogram, 1,1 kilogram. En we gaan dus straks verder kijken naar de andere technische specificaties. Weet dat je textueel alles nog even kan nalezen op onze Jabla-website, dus via jabla.com. Luikje spraakcomputers, kom je terecht bij de info rond de Alora 3. Daar vind je algemene informatie, maar ook de gegevensfiche met meer technische info. Dus deze kan je ook delen met de mutualiteit, collega's, therapeuten. Op ons YouTube-kanaal vind je ook een filmpje rond de Alora 3. Dus dat maakt het misschien een beetje meer concreter om het toestel te tonen aan een collega, aan een partner, aan een ouder, aan een andere therapeut, als je geen demo-toestel beschikbaar hebt. Dus concreet ga je naar YouTube, zoek je ons Jabla-kanaal en vind je dus verschillende playlists met informatie. Daar vind je onder andere de playlist met Alora 3 filmpjes. We kijken even naar het toetsenbord. Dus het is nog steeds een rubberen toetsenbord met de vertrouwde keyboard layout. Dus op de foto zie je QWERTY toetsenbord. Uiteraard zal QWERTY en AZERTY beschikbaar zijn. De toetsen blijven nog steeds voldoende groot. Ook wel een duidelijke tactiele feedback bij het indrukken van de toetsen. Wat je nu ziet is het geïntegreerd handvat, die meteen ook een beetje zorgt voor een zekere inclinatie van het toestel. We zullen later ook zien dat je aan het geïntegreerde handvat ook een draagriem kan bevestigen. Bijzonder is dat het vingerrooster dat je kan toevoegen aan jouw Alora 3 twee hoogtes heeft. Dus jij kan bepalen of je een vingerrooster hebt dat gelijk loopt met de toetsen of de plaatsing van het vingerrooster zodanig doen dat de toetsen iets dieper liggen in het vingerrooster. Ook nieuw in verband met het toetsenbord is de regelbare verlichting. Er is effectief een lichtsensor, hier linksbovenaan, die de lichtsterkte van de omgeving meet en die op basis hiervan het toetsenbord zal laten oplichten. Je kan ook in de instellingen de verlichting zelf gaan bepalen. Op zich zijn de toetsen enigszins meer intuïtief, dus minder FN-combinaties bijvoorbeeld.
Woordvoorspelling, zinsvoorspelling, die zal ook via touch te bedienen zijn. Dus zowel via het toetsenbord als via touch zal je woord- of zinsvoorspelling kunnen toevoegen aan jouw notitie. Dan gaan we nu het scherm van naderbij bekijken. Dus het blijft nog steeds een ruim scherm met een duidelijk contrast tussen tekst en achtergrond. Dus het grote scherm is 8,8 inch, concreet dus 22 op 5,5 centimeter. Groot, duidelijk, dus ook geschikt om met grote letters te werken. Dus de lettergrootte kan je uiteraard instellen. Het is nu een kleurenscherm. Interessant is dat je bijvoorbeeld kan switchen naar een hoog contrastweergave. Dus die gele letters met een donkere achtergrond. De helderheid, de lettergrootte, die kan je dus gaan aanpassen in de instelling. Bijzonder is dat het scherm nu een capacitief touchscreen is, waardoor je intuïtief dus die woord- en zinsvoorspelling of boodschappen kan gaan selecteren op het scherm, zodat ze worden toegevoegd in de notitie. Je kan het toestel ook op die manier wekken uit slaapstand, door het scherm aan te raken. Uiteraard kan je dus bedieningsinstellingen van het touchscreen gaan personaliseren. Naast woord- en zinsvoorspelling zijn er nog manieren waarmee je jouw taal kan personaliseren met de Alora 3. Zo kan je zorgen dat je boodschappengeschiedenis in zekere mate wordt opgeslagen, zodat je hiernaar kan teruggrijpen om jouw communicatie te versnellen. Je kan notities opslaan, woorden opslaan onder een afkorting, zodat je deze ook later weer vlot kan oproepen via die afkorting. Quickfires zijn ook mogelijk, dus dat betekent een boodschap snel terug bij de hand nemen, die laten verklanken, zonder dat die boodschap wordt toegevoegd aan je notitie. Want mogelijk was je al een andere boodschap aan het uitwerken in een gesprek. Dus voor een kort interrupt, iemand komt binnen, er gebeurt iets in de ruimte, dan kan je via een quickfire even die persoon gaan aanspreken of die situatie adresseren, maar kan je toch nog ongestoord verder vervolgens wel een gaan inzetten met een andere boodschap. Vocal emojis zijn ook beschikbaar. Dan denk ik aan een kusgeluid, een lach, een applaus, om op die manier bij te dragen aan een natuurlijke communicatie. Rond meertaligheid biedt de Alora 3 ook heel wat mogelijkheden. Dus de Alora is beschikbaar in het Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Zweeds, Deens en Noors. Dus effectief woord, zinsvoorspelling en stemmen zijn zo beschikbaar en kunnen geïnstalleerd worden op het toestel op vraag. Voorts is Alora 3 uitgerust met een vertaaltool. Dus op zich kan je naar een 50-tal talen jouw boodschap gaan vertalen. Het volgende aspect dat we kort gaan toelichten zijn de luidsprekers. Dus je ziet aan de achterzijde van het toestel, naast het meeleescherm, twee grote luidsprekers met een goede kwaliteit. Dus ook wel een krachtige klankkast. En weer een stapje verder gaand ten opzichte van de Alora 2. Dus op de achterzijde vind je het meeleescherm geïntegreerd in de Alora 3. Op die manier wordt de boodschap nog eens visueel ondersteund, wat handig kan zijn in een rumoerige omgeving of als jouw gesprek meer privacy vraagt. Dus dan kan je jouw geluid stiller zetten en kan jouw gesprekspartner meevolgen via het meeliescherm. Ik denk bijvoorbeeld op restaurant. Het is dus een 4-inch OLED-scherm, dus 10 op 2,5 centimeter. Je ziet dat de letters in het wit worden weergegeven. Jij kan in de instellingen bepalen hoeveel regels er getoond worden in één oogopslag. Interessant is ook de indicator tijdens het typen. Dus jij kan instellen dat de gesprekspartner op het meeleescherm 3 witte puntjes ziet als jij jouw boodschap aan het vormen bent. Of je kan instellen dat de persoon meteen mee kan volgen op het meeleescherm wat jij typt in jouw notitie. Qua connectiviteit kan ik vermelden dat de Alora 3 een USB-C-poort heeft. Via die weg ga je het toestel bijvoorbeeld opladen met een USB-C-lader. Op zich kan je daar ook een alternatief toetsenbord aan koppelen aan de USB-C-poort. Of je kan gebruiken van een bepaalde intelligente kabel die een toetsenbord afloopt. Dus je kan de Alora 3 in feite met één of twee schakelaars gaan aansturen.
onder de USB-C-poort zie je ook een uitgang om jouw hoofdtelefoon aan te sluiten. De Alora 3 heeft zowel wifi als bluetooth als infrarood aan boord. De infrarood kan dus gebruikt worden voor omgevingsbediening. Je kan tv, digicoder, voordeur, licht bedienen via dit protocol. Een toekomstige ontwikkeling is dat je via bluetooth jouw smartphone zal kunnen connecteren met de Alora 3 voor indirecte communicatie via sms'jes bijvoorbeeld. De wifi wordt onder andere gebruikt voor de vertaaltool. Hier zie je de Alora 3 nog even in een aantal verschillende perspectieven. Weet dat je dus het geïntegreerde handvat hebt voor een zekere inclinatie van het meelescherm, van de luidsprekers. Optioneel kan je een Daisy of Readapt montage aanvragen. Dan wordt het plaatje toegevoegd. De Alora 3 zal geleverd worden met een opbergtas, zodat je die veilig kan opbergen wanneer het toestel gebruikt wordt. Je kan jouw draagrief rechtstreeks bevestigen aan het geïntegreerde handvat hier via deze uitsparingen. Wil je de Alora 3 van naderbij leren kennen? Wil je het zelf ervaren? Dan kan je contact opnemen met onze leveranciers, verdelers in Nederland of België. Voor België kan je contact opnemen met Goed, dus het vroegere AMC. Je kan ook rechtstreeks met Jabla contact opnemen. Graag stellen we jou AlphaCore voor Mind Express 5 voor. Textueel kan je ook alles nog even nalezen op onze Jabla website. Dus via jabla.com, woordenschatten, zal je een linkje vinden naar de AlphaCore pagina. AlphaCore is dus een OC, communicatiestrategie, tekstgebaseerd, dus voor personen die geletterd zijn. Dus het is eigenlijk het enige kant-en-klare vocabulaire voor volwassenen met een degeneratieve aandoening. Zo wordt het benoemd door Amy Roman, de ontwikkelaar van AlphaCore. Interessant is dat AlphaCore een evolutieve strategie is. Dus er zijn diverse toetsenborden. Ik ga het straks zeker over hebben. Het doel van AlphaCore is om de communicatiesnelheid van de persoon te maximaliseren en om de communicatiestrategie, de woordenschat, vlot te kunnen individualiseren. Jouw persoonlijke taal beschikbaar hebben. Het taalsysteem is gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring met personen met een degeneratieve of chronische aandoening. Ik haalde Amy Roman al kort aan, OC-specialist verbonden aan het ALS Research and Treatment Center in San Francisco. Belangrijk om te weten, interessant om te weten, is dat AlphaCore voor het Nederlands niet alleen vertaald is, maar ook effectief grondig gelokaliseerd. Dus het is ook zeker nog in ontwikkeling, in samenwerking met Sandra Offeringa van het AMC Amsterdam. Zij schreef onder meer de folder Als spreken niet vanzelfsprekend is, in samenwerking met RDG Campagne, onze Nederlandse leverancier, waar onder andere message banking besproken wordt. Daarbij ontwikkelde ze ook een voorbeeldlijst voor het maken van stemopnames. Wat zijn interessante boodschappen om met jouw eigen stem in te spreken, zodat je deze in een latere fase van jouw traject kan inzetten in jouw OC-hulpmiddel. Dus belangrijke kenmerken van AlphaCore zijn de in Mind Express 8 verschillende toetsenborden met een nauwkeurigheidstest om het meest geschikte toetsenbord te kunnen selecteren afhankelijk van jouw vaardigheden op vlak van oogsturing. Het is een vocabulaire dat echt aangepast is aan de doelgroep. Dus met een snelle toegang tot standaardzinnen en onderwerpen biedt jou de mogelijkheid om snel zinsconstructies te maken door zinstarters, door pragmatische links. En ook belangrijk is dat AlphaCore verschillende bedieningsmethodes ondersteunt. Dus via touch, via scanning, via joystick, via oogsturing, via headtracking kan je het document besturen. Naast een
OC-strategie biedt AlphaCore ook een aantal tools, bijvoorbeeld om je omgeving te bedienen, om jouw Windows-computer te gaan besturen en zo verder. Je zal zien dat AlphaCore vlot aanpasbaar is door de OC-gebruiker. Dus interessant in MindExpress, in de AlphaCore van MindExpress, is dat er 8 verschillende toetsenborden beschikbaar zijn. We gaan deze verschillende toetsenborden nu kort doorlopen. Je kan AlphaCore importeren in jouw MindExpress 5 via de menubalk in jouw profiel. Importeren online documenten. Dus via de zoekbalk geef je in Control in, klik je op het vergrootglas en zal je vervolgens het document kunnen importeren. We gaan de verschillende toetsenborden doorlopen in afnemende hoeveelheid van vakjes. Dus we starten met het toetsenbord met het meeste aantal rijen en kolommen. Dit is dus het toetsenbord met kernwoordenschat. Dit toetsenbord telt 196 vakjes. Opvallend zijn de 98 kernwoorden die de bovenzijde van het toetsenbord vullen. Op deze manier kan je dus met een beperkt aantal selecties toch een groot percentage van jouw uitingen gaan vormen. De kernwoorden staan alfabetisch gerangschikt en er is een kleurcodering per letter. Op die manier kan de persoon hopelijk vlot eenvoudige boodschappen vormen. Bijvoorbeeld, wat komen jullie hier doen? Wat komen jullie hier doen? Tijdens het gebruik van de kernwoorden zal je bijvoorbeeld bij de werkwoorden zien doen. Dat je ook afgeleiden hier in een dynamische rij onderaan ziet verschijnen. Dit toetsenbord heeft niet alleen kernwoordenschat aan boord, maar beschikt ook over woord- en zinsvoorspelling. Alles dus om die communicatiesnelheid te maximaliseren. Dit toetsenbord vraagt dus een zekere accuraatheid van de OC-gebruiker om dus correcte selecties te kunnen maken. En vraagt ook een zekere leerbaarheid om de woordpositie van de kernwoorden te kunnen inslijpen. Als aan deze voorwaarden voldaan is, dan kan de OC-gebruiker echt wel een zekere communicatiesnelheid opbouwen. Dus dit toetsenbord is geschikt voor touch, muis, joystick of headtracking bijvoorbeeld. Je kan ook evalueren of het bij oogsturing geschikt is. Het volgende toetsenbord is het QWERTY-standaard toetsenbord en zal dus ook in Azerty beschikbaar zijn. Dit toetsenbord telt 72 vakjes. De OC-gebruiker kan hier nog altijd rekenen op de vertrouwde layout van het toetsenbord, dus QWERTY of AZERTY bijvoorbeeld. Woord- en zinsvoorspelling zijn nog steeds simultaan beschikbaar. Het derde toetsenbord is het QWERTY en dus later AZERTY grote toetsenbord. Dit toetsenbord telt 60 vakjes. Je hebt nog steeds de vertrouwde layout, maar nu grotere vakjes, aangezien woord- en zinsvoorspelling geïntegreerd zijn in dezelfde rij. Dus jij maakt de keuze op eender welk moment om woord- of zinsvoorspelling zichtbaar te maken. Het volgende toetsenbord is het grote toetsenbord. Deze kaart telt 49 vakjes. Kan je overwegen bij personen die via scanning willen werken of die vertrouwd zijn met de AEOE layout, bijvoorbeeld bij een papieren kaart. Het voordeel van deze pagina is dat je met nog grotere vakjes kan werken. Woord- en zinsvoorspelling zijn nog steeds beschikbaar. Je kan op elk moment kiezen om te schakelen van woord naar zinsvoorspelling of omgekeerd. Het volgende toetsenbord is het vereenvoudigd toetsenbord. Dit heeft nog grotere vakken, 42 vakjes in totaal. Dit kan overwogen worden als het vorige toetsenbord, het AEOE grote toetsenbord, te veel mishits oplevert. Het voordeel van dit toetsenbord is dat alle letters nog steeds op dezelfde pagina beschikbaar zijn en op zich heb je ook wel nog een vertrouwde organisatie van de letters, namelijk in alfabetische volgorde.
Op dit toetsenbord vind je 2 woordvoorspellingsvakjes. Het daaropvolgende toetsenbord is het Frequency Split toetsenbord. Dit toetsenbord telt 35 vakjes, dus ook grote vakken. Kan overwogen worden als er bij het vereenvoudigd toetsenbord te veel mishits zijn. Interessant is dat de letters op de eerste pagina geselecteerd zijn niet alleen op basis van hun frequentie in het Nederlands tout court, maar ook op basis van hun frequentie in de eerste, tweede of derde positie van het woord. Dus op deze manier is eigenlijk woordvoorspelling mee geëvolueerd bij de frequentie van de letters. Dus bij de boodschap ik wil een afspraak. Ik wil een afspraak. Kan je op pagina 1 blijven, omdat de meest frequente woorden in de Nederlandse taal en in het gebruik van woordvoorspelling op pagina 1 staan. Het volgende toetsenbord is het tweestaps toetsenbord met 16 vakjes. Dit is in feite het toetsenbord met de grootste vakjes voor oogsturing. Om een letter te selecteren, maak je steeds 2 stappen. Je kiest de categorie waarin de letter zich bevindt die je nodig hebt en gaat dan de letter selecteren. Ook hier heb je woordvoorspelling nog steeds bij de hand. Ik heb hulp nodig. Interessant is dat je voor dit toetsenbord een aangepast dashboard hebt. Dus met grotere opties. Dus eigenlijk jouw microklimaat om jouw tools te gebruiken met grotere vakken als dit toetsenbord aan de orde is. Hier zie je uiteindelijk het frequentietoetsenbord, geoptimaliseerd voor scanning. De letters zijn hier gepositioneerd op basis van frequentie. Er is een consequent gebruik van woord- of zinsvoorspelling mogelijk. Dus in de eerste kolom kan je schakelen tussen woord- of zinsvoorspelling. Binnen AlphaCore voor MindExpress is ook een nauwkeurigheidstest geïntegreerd. Dus op die manier kan jij evalueren welk toetsenbord met de kleinste toetsen een nauwkeurigheid oplevert van 90 of meer via oogsturing. Dus vanuit de pagina om jouw toetsenbord aan te passen, vind je de optie om de nauwkeurigheidstest op te starten. In start dus oogsturing met wel selectie. Je gaat kalibreren en kan eventueel ook nog de dweltijd aanpassen. Hierop start je de nauwkeurigheidstest. Jij kan een instapniveau kiezen. Dus via oogsturing selecteer je het doel. Ik ga een aantal mishits doen. Om het resultaat te beïnvloeden, om dat te kunnen illustreren aan jullie. Nog een mishit. En dan zie je de evaluatie op het einde van jouw resultaat, zodat je eventueel nog andere niveaus kan gaan uitproberen of effectief het toetsenbord kan selecteren. Dit is dus het dashboard van AlphaCore. De bovenste helft van AlphaCore biedt dus ruimte voor thema's. Er zijn een groot aantal vooraf opgeslagen zinnen die effectief geordend zijn per thema. Enerzijds over alledaagse onderwerpen, zoals groeten, huishouden. Maar
Anderzijds ook heel wat thema's en onderwerpen relevant voor personen met fysieke uitdagingen. Denk dan aan comfort en positionering, dieet- en eetstrategieën. Dus er wordt wel aandacht besteed aan algemene en medische noden van de gebruiker. Het vocabulaire, de woordenschat, kan eenvoudig gepersonaliseerd worden, zodat eigen woorden en zinnen snel toegevoegd of verwijderd kunnen worden door de OC-gebruiker. Ook thema's kunnen aangepast worden, uitgebreid worden. Binnen een bepaald thema zie je niet alleen kant-en-klare frases en zinnetjes, maar ook zinstarters en pragmatische links. Bijvoorbeeld: hallo, hoe gaat het met je? Hier. Hoe was jouw avond? Je kan telkens vlot schakelen van thema's naar jouw gekozen toetsenbord, om zo de communicatiesnelheid te optimaliseren. Een interessante categorie is de categorie planning, zodat je jouw zorg, jouw begeleiding kan gaan organiseren. Ik wil een afspraak maken. Op maandag 5 december in de namiddag. Weet dus dat je als OC-gebruiker of als begeleider boodschappen kan gaan verwijderen of zelf kan gaan toevoegen. Dit gegeven wordt ook benadrukt door Amy Roman, dat de persoon de verschillende thema's doorloopt, de berichten evalueert en gaat trimmen of verwijderen wat niet typisch is voor de persoon in kwestie. Dus je kan echt jouw thema's gaan personaliseren. We gaan nu ook zelf een boodschap gaan toevoegen. Spreken we nog eens? Dus in eender welke categorie of nieuwe categorie kan je in een wensthema een bericht gaan toevoegen. Je kan ook een afbeelding toevoegen aan die boodschap, zodat je snel de boodschap kan herkennen in jouw lijst binnen een bepaald thema. Je kan bepalen of de boodschap wordt opgeslagen als een gewoon bericht, een snelle boodschap, quickfire, dus een boodschap die wordt uitgesproken maar niet wordt toegevoegd aan jouw notitie, daar gaan we het straks nog over hebben, of als zinstarter, die dus doorlinkt naar een ander thema. De positie van de boodschap kan uiteraard nog aangepast worden. Zo kan het interessant zijn bij een persoon die scanning gebruikt dat de meest gebruikte boodschappen linksbovenaan staan in geval van rijkolomscanning. Naast de thema's, bovenste helft van AlphaCore, vind je ook nog communicatietips, vragen en vervolg, ja, nee, alsjeblieft, dankjewel. Dus deze groepen van boodschappen dragen eigenlijk bij aan de communicatieve vaardigheid, de conversatiestrategieën van de OC-gebruiker. In de categorie communicatietips zie je snelle boodschappen, dus quickfires, om controle te krijgen over de communicatie. Dus vind je conversatiestrategieën terug, kleine adviezen terug. En interessant is dus dat de boodschappen worden uitgesproken, maar dat deze niet worden toegevoegd aan de notitie. Wie weet ben je namelijk al in gesprek, ben je al een boodschap aan het vormen in de notitie. Als er iets gebeurt in de omgeving, komt iemand nieuw binnen, dan wil je die persoon mee misschien even aanspreken of de situatie adresseren. Even wachten. Zonder dat dit jouw notitie beïnvloedt. In de categorie vragen en vervolg zie je een aantal quickfires, korte boodschappen, om die interactiefunctie van communicatie te gaan ondersteunen. Dus om een gesprek te
gaande te kunnen houden, om aan te moedigen dat het gesprek wordt verder gezet en om aan te geven wanneer je effectief een voet tussen de deur wil in het gesprek. Als jij de controle wil nemen als OC-gebruiker, wat normaal niet altijd evident is. Oké, dit is wat ik denk. En vervolgens jouw boodschap te kunnen vormen op eigen tempo. In de categorie ja, nee, alsjeblieft, dankjewel, zie je ook weer een aantal quickfires om bijvoorbeeld nuance te kunnen aanbrengen. Iets wat bepaalde OC-gebruikers toch wel melden, van kijk, ik wil bij het vormen van een bepaalde boodschap. Kan je me goed zetten? Toch een zekere nuance te kunnen aanbrengen. Als je tijd hebt. Om ook weer hier een natuurlijke communicatie te verkrijgen. Dus naast de thema's die je kan personaliseren of uitbreiden, naast de boodschappen, zinstarters, programmatische links, kan je natuurlijk ook jouw woord- en zinsvoorspellingen aanpassen. Dus in jouw Mind Express 5 kan je bij de instellingen jouw voorspellingen automatisch laten aanleren, zodat jouw woord- en zinsvoorspelling steeds persoonlijker en aangepaster zijn aan wat je nodig hebt. Naast de thema's, de quickfires, vind je ook nog een luik met tools in AlphaCore. Een verteltool waarmee je jouw boodschap in diverse andere talen kan zetten. Ook de mogelijkheid om met jouw AlphaCore-taal te mailen, te sms'en, te bellen, andere programma's te gaan bedienen, te surfen op het internet, jouw agenda te gaan beheren, jouw spraakassistent aan te sturen. Typisch voor Mind Express is InControl, dus een gratis Mind Express 5 documentje waarmee je op jouw Windows computer kan gaan werken. Op die manier kan je kliks gaan uitvoeren op jouw spraakcomputer, scrollen door programma's, taal of tekst uitsturen naar andere programma's.
Je vindt een instructievideo rond InControl terug op ons YouTube-kanaal op Yabla. Als je InControl NL importeert in je Might Express 5, zal je bij de omschrijving van het document ook een linkje vinden naar deze Engelstalige demonstratie. We zien AlphaCore voor Might Express een mooie totaaloplossing creëren voor personen die oogsturing gebruiken in combinatie met de Telus i6. Dan is de See-Through-app interessant. Een gratis MindExpress-documentje dat je dus ook in jouw portaal kan plaatsen, zodat je de backcamera van jouw Telus i6 kan gaan instellen. Zo kan je, als het ware, jouw Telus i6-beeld doorzichtig maken, omdat de See-Through-camera jou een groot cameravak biedt. Je kan de positie van de backcamera dan gaan aanpassen via vakjes in MindExpress, in de See-Through-app. En op die manier zie je wat er zich achter jouw Telus i6 afspeelt. Bij de instelling van AlphaCore zie je heel wat mogelijkheden qua aanpasbaarheid. Dus uiteraard kan je daar het volume van jouw spraakcomputer aanpassen. Maar je kan ook jouw stem gaan wijzigen. Niet alleen het volume, maar ook de snelheid of eventueel ook een andere speech engine gaan selecteren. Je kan dus een ander toetsenbord ten allen tijde selecteren. Dit kan op basis van de miniatuurweergave hier en de bijhorende omschrijving of via de nauwkeurige test voor oogsturing. Ook jouw selectiemethode kan je ten alle tijde gaan aanpassen. Je kan schakelen naar een andere manier van bediening. En binnen jouw bedieningsmethode kan je jouw selectiemethode bijvoorbeeld gaan aanpassen. Als je met oogsturing werkt bijvoorbeeld, kan je jouw dweltijden aanpassen of jouw selectie via schakelaar of via knipperen uitvoeren. Bij de instellingen zie je ook dat je kan opgeven welke spraakassistent je gebruikt, zodat de opdrachten die je geeft effectief de correcte virtuele assistent aanspreekt. Belangrijk is dat Message Banking ook geïntegreerd zal zijn in MindExpress 5. Dus via de website mymessagebanking.com kan je bijvoorbeeld alvast gratis jouw boodschappen gaan opnemen, categoriseren en zo integreren in MindExpress 5. Maar ook in MindExpress 5, via de instellingen van de spraak, zal je eigenlijk een messagebank kunnen aanleggen met categorieën. Deze kan je dan inladen in jouw MindExpress 5 document naar keuze. Dus jouw eigen MindExpress 5 document of bijvoorbeeld een kant-en-klaar document zoals AlphaCore. Ook dit draait bij aan de personalisatie van jouw OC-communicatiesysteem. Als jij niet langer in de mogelijkheid bent om jouw boodschappen op te nemen met jouw i-stem, wil je misschien een familielid of kennis inschakelen om boodschappen in te spreken voor jouw MindExpress 5. Dus praktisch, AlphaCore is een beveiligd document. Je zal een gratis demo kunnen uitproberen. Wij zien AlphaCore voor MindExpress dus als een mooie aanvulling voor de Telus i6 gebruiker, zodat je echt een totaaloplossing hebt voor personen die geletterd zijn. Wil je het gebruiken op een andere Yabla spraakcomputer, dan is het ook mogelijk. Kijk, neem zeker een kijkje op onze Yabla website indien je interesse hebt in ons opleidingsaanbod. Geef ook zeker aan via ons contactformulier op de website als je op zoek bent naar een specifieke opleiding, een specifieke infosessie rond een Yabla toepassing. Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen, onduidelijkheden, zodat we je zeker zo goed mogelijk verder kunnen helpen.